Goedemorgen, ik ben Desiree Stokhol. Het is 16 mei 2013. Al onze politievakbonden, militaire vakbonden en ook de vakbonden van de rechters verstrekken al jarenlang informatie aan de Amerikanen via NSA CIA prison. Dat komt doordat zij of samenwerken via het ministerie van Defensie met andere soldaten wereldwijd of politie wereldwijd in samenwerkingsverbanden of groepstrainingen en dergelijke. En dat geldt eigenlijk ook voor de rechters. De rechters, de vakbonden en de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand en de Advocatenorde, die lobbyen via het Internationaal Strafhof en via Eurojust, de afdeling die allerlei juridische constructies tot stand brengt of andere afdelingen onder zich heeft. Ik denk dat de Nederlandse politici en het lobbyplatform achter het Internationaal Strafhof niet van plan zijn om vrijwillig het Nederlandse volk te informeren over het feit dat zij opzettelijk Nederland hebben weggegeven aan de Amerikanen. En dat hebben ze allemaal alleen maar gedaan omdat de Nederlandse Hoge Raad dossiers moet kunnen weggooien van burgers die rechtszaken starten tegen politici voor misdrijven tegen de menselijkheid. In Nederland mag een individuele burger die aantoonbaar wordt gefolterd door politici geen rechtszaken starten tegen die politici bij de Hoge Raad. Dus worden die dossiers weggegooid. Op grond van de wet op de rechterlijke organisatie artikel 76 procedure is bepaald dat de Hoge Raad in eerste instantie en hoogste resort oordeelt over ambtsmisdrijven begaan door leden van de Staten-Generaal. Dus alle 225 politici die weigeren burgers toegang tot de advocatuur en toegang tot de rechter te geven, zijn schuldig aan foltering, slavernij en dergelijke. Nou, tegen die politici start je dus een rechtszaak. Dat heb ik gedaan. En toen heeft het lobbyplatform, Klingendaal, ministerie Binnenlandse Zaken, Veiligheid en dergelijke, ervoor gezorgd dat die rechtszaak wordt weggegooid. En dat heeft ertoe geleid dat ik gedwongen ben als eerste Nederlandse vrouw een rechtszaak te starten binnen het internationaal strafhof tegen de Nederlandse Hoge Raad en tegen politici Balken en Co. en Rutte en Co. Toen is dat lobbyplatform uitgebreid en alle vakbonden, dus niet alleen maar VNO of FNV, CNV, studentenvakbonden, nee, ook politievakbonden, militaire vakbonden, de vakbonden van de rechters en dergelijke, zijn verenigd op dat lobbyplatform. En dat lobbyplatform gaat dan weer naar Amerika, universiteiten, NGO's, allemaal van die internationale crisisorganisaties, die terrorismebestrijdersorganisaties en dergelijke. Dus Nederland heeft als zeker vanaf 1 mei 2007 actief informatie verstrekt aan de Nederlanders. En ik denk dat de Amerikanen ook op een zeer agressieve wijze hebben gechanteerd dat mensen in Nederland ook echt gedwongen worden om te kiezen. Lieg ik verder en help ik de Amerikanen of ga ik het Nederlandse volk uitleggen wat er nou echt mis is binnen onze advocatuur, onze rechtspraak, onze vakbonden, onze werkgeversorganisaties, de politieke lobby en het internationaal strafhof. Nou, de Nederlanders hebben er dus voor gekozen om de Amerikanen te voorzien van informatie via allerlei samenwerkingsverbanden. Dat zal niet op korte termijn veranderen. Als je naar de website van het internationaal strafhof gaat, dan ontdek je dat alle personen, zoals de landen, de landen die lid zijn van het Statuut van Rome, maar ook de Verenigde Naties, de keuze hebben gemaakt om te blijven liegen. Ze blijven de waarheid verzwijgen over rechtszaken die door individuen worden gestart binnen het internationaal strafhof tegen hun nationale rechtssysteem en nationale politici.
Nou is het ICC ten opzichte van mij erg dom geweest. Ze hebben mij brieven gestuurd waarmee ik kan bewijzen dat ik ook echt die rechtszaak ben gestart. En dat, dat het ICC zelf weigert het statuut van Rome. En uit de website blijkt ook het VN-verdrag en dergelijke toe te passen. Dus de Verenigde Naties heeft momenteel de keus gemaakt om samen met het internationaal strafhof de derde wereldoorlog uit te bouwen. En dat zijn ze dus nu aan het doen in relatie tot Syrië. Ik heb gisteren al een video gemaakt waarin ik heb uitgelegd dat Rusland en Syrië op zeer eenvoudige wijze de wapenleveranties van Amerika aan Al-Qaeda kunnen stoppen en dat weigeren te doen. Ga naar mijn andere video's als je meer wilt weten. Dag.